Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ben vandaag met Kenny en Natasja in de zoo van Antwerpen. En we gaan natuurlijk de vlindertuin zien, we gaan de apen zien. We gaan eigenlijk alles zien wat er is natuurlijk. En we waren een beetje zenuwachtig voor de vlindertuin, omdat ik eigenlijk al een beetje bang ben van vlinders. Hier hebben ze allemaal de pinguïnen. Die hebben bandjes rond. En hoe weten ze de pinguïnen? Goed, ja. Hier staan er ook nog allemaal pinguïnen. Ja. Mooi, hè? Kijk, zo'n mooi pinguïn. Prachtig, hè? Ze komen hier allemaal naartoe, hè? Ja, schattig, pinguïnen. Ze staan hier allemaal, hè? Ze zijn allemaal uit het water. Ondanks het warme weer. Heb je de lavendel bij? Ze zijn lavendel aan het verzamelen, hè, voor de pinguïnen, dat ze geen muggen beter krijgen. Hier zitten de aapjes. Ze komen net af. Maar het is natuurlijk ook heel warm, dus daarmee dat de aapjes allemaal een beetje binnen zitten. Hè. En daar heb je ook nog een aapje. En we gaan eens kijken. Eens kijken hoe ze heten. De aapjes eten namelijk de zoom. Dat is de aap die daar zitten. Hier vliegt dus vlinders. Ja, Leila zei dat. Het zijn vlindertjes die hier rondvliegen. En daar zitten er ook op. Kijk, kijk hoe mooi. Ik zal gewoon niet zo dicht durven. Die maken dat vlinders. Daar zitten er op. Het zijn allemaal vlindertjes. En daar zitten er ook nog. Met allemaal verschillende soorten. Mooi, hè? Je ziet het dus. Er zijn er nog heel veel soorten. Je hebt blauw en al die dingen. Maar wat is dat daar? En daar zit dus een vlinder. Maar er vliegt er superveel. En heb je al veel vlindertjes gezien? Je ziet te veel vlinders. Graf. En dus hier zitten ze dus ook op. Ze komen naar zoiets van geuren, denk ik. En daar heb je ook nog een vlinder. En als je goed ziet en kunt kijken. Zie je daar ook nog vlinder zitten. En daar ook. Het is moeilijk om een wild te pakken, maar. Het is niet simpel. De vlees als de Kenny trouwens, wordt dat je denkt, jullie de speciale effecten als de Kenny. En hier zijn de vlinders. En ze hebben dan mijn kleurink. En hier zijn er ook nog vlinders, grote vlinders, kleine vlinders. En daar in de kast, hier worden ze geboren. Hè. Je kunt dat zien. Hier worden ze geboren. Dus we zien ze eruit. Je moet misschien niet goed zien, maar het is toch een beetje een beeld voor hen. En er staat ook altijd een plaatje bij waar dat ze worden. Dus dat zie je dan hier. Eigenlijk. De Simsim. Hij is de franje aap. Is hij. En is weggegaan nu. Ja, dan is hij terug. Ja, hij gaat erin, want het is natuurlijk al een beetje warm zijn kotje, denk ik. Dat is de zo'n aap. En hier zitten dus, dat zijn die apen die hier normaal moeten inzitten. Dus gewoon eens kijken. Hè. Ja, daar zie je zo'n aapje. Te lijken. Prachtig. Mooi, hè? Zie, die ziet er schommelen, hè? Geschattig. Wat zijn dat?
die denk ik kan leuk zijn vandaag. Zijn jij er al eens niet geweest? En daar is er ook nog een. Op zijn gemak. Daar ligt dus de koala. Maar hij ligt te slapen. Zo. Misschien zit hier ook nog een koala. Nee, dat is die koala. Ja, daar. Ah, die andere plek. Nee, dat kan beter buiten trekken. Want die... Nee, waar zit die? Die ding op die tak. Ja, ik denk dat, want dat is zo'n streepje. Hij zit op het tak. Hij kunt daar nog niet zien. Je moet ergens zitten. En daar. Daar zitten, dat zal hem zijn. Mooi, hè? Mooi diertje. En dat is de golf, dit. Zo heet hij. Dus ja, dan weet je dat ook in één keer. Daar zit dus een beestje. Klein en schattig. Gestreepte gras. Is je niet schattig? Komt daar maar op. Mooi, hè? Mooi. Je ziet wel vrij warm, maar dat is omdat het buiten ook heel warm is. Sommige diertjes zijn die gaan drinken. Gaan we door eens kijken. Hier hebben we zo'n kooitje. Geen dier te zien staat erop, dus hier zit geen dier. Er zit geen diertje in, blijkbaar. Eens kijken, moet hier ook een diertje zitten? Misschien. We gaan nu de trapjes op, zodat je kan zien. Zo. Het is wel heel leuk, maar het is wel 35 graden buiten. Dus meestal veel dieren er binnen. We komen nu uit aan de pinguïnen die we daarnet hebben gezien. Dat is de pinguïnen. En vind je het leuk? Alle diertjes. Hier zitten ook nog apen. Hier zitten nog apeltjes, gewoon eens kijken. Hier zitten apen. Hier zit het er. Zie je. En daar zit ook nog een aap. Mijn aap is daar nog. Misschien dat we kunnen inzoomen. Die is aan het eten. De aap. En die twee apen die er dus in beeld staan, die zijn niet hier en hier. Dus ze zijn spelen met een voetbal in de handen, ze zijn ook aan het eten. Ze hebben juist een maaltijd gekregen, denk ik. We zijn even in een restaurant binnen voor te eten. Dit is de menu. Dus je moet een grote borden hebben, maar ik vrees dat ze ze verkeerd pakken. Kijk eens hoe mooi die plateau is. Zo'n klein bordje. Daar vol of wijn of fitnop. Nee, de grote borden staan daar volgens mij, achteraan. Is er nog een borden? Ik kom ook eens. Ik moet iets vragen. Hè. Zijn mensen genoemd of vrouw? Nog maar even kunnen. Ze is dat pakken dat er ligt of niet. Wat zijn dat? Dat zijn worstenbroodjes. En ook worstenbroodjes. Ja, de boven zijn appelflappen en die om zijn worstenbroodjes. Appelflappen. Ja, dat ernaast ligt dat er. Hier op de tweede. Dus zij heeft bolletjes met frietjes en zij heeft volle vouw. En is het lekker eten? Ja, balletjes met de matzo's en dat friet. Ja, wat heb ik gezegd, hè? Dat is echt voor een vrouw, hè? Stel. Hier worden dus de dieren gewassen. En dus normaal zijn die dus olifanten. Maar die staan dus allemaal buiten, want het is natuurlijk logisch met hoe mooi weer. Dat moet op een beetje. En dus, normaal, hè? Elke olifant zijn bevochtigd, hè? Ah, het is een olifant, ja. Dat ziet er dus uit als een Aziatische olifant, maar er zit eigenlijk niks. Het is wel een mooi gebouw eigenlijk, zoals je ziet. Een heel mooi gebouw. Dus echt prachtig. Een giraf. Hier, daar zit het juist iets te klein voor ze van een giraf te kunnen zijn. We gaan nu richting de olifanten. We zitten op een brugje. Zijn we nu aan het wandelen.
De olifanten zijn er nog wel aan kijken en toen stonden ze helemaal lekker buiten. De spin is blind. Dan zit jij die achter me loopt. En dan is het kijken, een aantal olifanten. Ja. Toen is het een beetje vernieuwd en dat is wel leuk eigenlijk, dat je zo nieuwe evenementen kunt zien. Ik ben hier een paar jaar geleden ook eens geweest, dus dat is wel leuk natuurlijk. En dan gaan we zien of we een olifant zien. Daar zijn ze dan. Dat zijn dus de mooie olifanten. En dat is dus een verblijf met zo'n water en zo. Dat is wat ze hebben. Nou. Dus we lopen nu op een trap. En dan gaan we komen op zo'n brugje terecht. Kijk, dit is wat we dan zien. En hij komt hier normaal gezien ook op. Daar is hij. Er zijn twee musketiers zijn daar. En dan deze durft ze niet, want als hij wiepelt, kunnen durft ze niet opzetten. Wiepelt dat? Een beetje. Wat rust er gewoon met mijn koffie is en dan is het verbrand. Hij heeft koffie bij voor mensen die niet moesten weten. En zij heeft een beetje schrik. Dat is de eerste musketier. Ik heb geen schrik, maar ik heb griffen met voet op mijn dat heb ik ook gezegd, hè. Dat heb ik gezegd. Ik heb steeds schrik dat zij schrik had. Dat je zo springen. Moet je zo springen? Dat is wel plezant. Op school is dat plezant. En dan helpt ze een... Je bent overleefd. Iemand helpt. En hier heb je dan nog trapjes. Nog eens trapjes. Nu kunnen we langs daar gaan. Of we kunnen nog eens op. We gaan eerst eens op. We gaan eens zien wat ze hier hebben. Hè. Daar zitten ze er nu. Dat is goed. Dat is goed. Dat is een nijlpaard. Voor mensen die niet weten, beter dan een nijlpaard. Dan staat daarin ook nog een nijlpaard. Mooi, hè. Ja, je hebt al gezien, we gaan eerst hier naar beneden, zo, en dan komen we bij die twee terug terecht, die daar staan. En je hebt ook allemaal van die gaatjes. Ja, kom, kijk, wil daar van kom. Dat was bij hier staat een grote vogel, hoe heet hij? Ik zie geen borst en hangen op mee. Dat is een heel grote vogel. Je hebt de nijlpaarden niet gezien, jij? Ja, ik weet dat. Die is de daar, hè? Maar die vogel heb ik echt veel keer niet gezien. Die merk ik nog hier nu. Want je wil een nijlpaard gaan kijken. Hoe heet hij? Drop. Of is het een zee? Ik kan niet alleen zien. Niet droog in, duwen, want de dingen zijn al een beetje naar koekeloek. Met de koekeloek? Ja, maar dat is een beetje krom, zie ik. En meer op zijn dat hij niet maar droog. Okay. Het is een marmaboe. Wanneer je dit een leuke video ziet, zie ik het aan mijn hoofd. Niet abonneren. En ik heb ook nog twee knuffels, deze en deze. Tot ziens.